Je moet gewoon bezig zijn met het moment nu, maar ook kunnen zien wat er in de toekomst ligt. Als ik denk aan mijn droombaan, ja, dan denk ik aan mijn eigen zaak. Dan denk ik aan zelf iets opzetten, een bepaald team daarbij betrekken en mensen omhoog helpen naar het punt dat ik zelf ben gekomen. Het is heel lastig om uiteindelijk zo ver te kijken. En hoe graag je dat dan ook wil, met de contracten die je meestal krijgt, of het nulurencontract of het eenjarig contract, dat je dan na 1 jaar ook weer eruit wordt gezet, wat ze weer iemand goedkoper nemen, maakt wel dat die droom heel ver weg is. Dat je er eigenlijk niet echt over droomt. Dat je meer bezig bent met het moment. Je moet er altijd over na blijven denken. Want er moet altijd een bepaalde motivatie zijn. Het is niet dat je echt begint en dat je meteen een plan krijgt voor de aankomende 5 jaar. Met een contract en alles erbij. Nee, je moet er wel zelf echt voor doorgaan. Ja, er zijn genoeg hobbels geweest in mijn carrière die ik heb moeten overwinnen. Maar zonder hobbels word je uiteindelijk niet een compleet persoon. Je wil iets gaan bereiken, je werkt ergens naartoe. En daar zit nu best wel een pauzestop op. En ja, dan kan je een beetje bij de pakken neer gaan zitten. Maar uiteindelijk gewoon die tijd weer gaan gebruiken om weer verder slimmer te worden, beter te worden in de dingen die je doet. Als je dan uiteindelijk je eigen zaak wil openen. Als je dan ook weet hoe de geldzaken in elkaar zitten. Want dat is iets wat dus heel ver weg is. Ook al werk je 10 jaar in horeca. We gaan niet stilzitten, we gaan gewoon altijd door. Het is niet makkelijk, maar daar werken we voor.